spelers van Flikker Maastricht. En zo meteen om 4:30 komen ze hier op het veld. Nou, dit ging wel heel hard. Dit is een serie, want die loopt hard. Ja, gaat heel goed. Wat vind jij zo leuk om bij Maastricht te werken? Want ik ben best wel vaak in Maastricht. Een hele fijne stad. Ja. Mooi. En heel erg gastvrij. En ik hou ervan begonnen, dus van drinken. Dat kan niet heel goed. En nu zo voor het zin zit je vaak op een brood. Maar is het toch iets bijzonders zo flikken dat hier met al die mensen? Ja, natuurlijk. Kijk om je heen, man. Hoe bijzonder is dit? Ja, hoe ben je een keer Nederland 1 al heel graag verder. Volgens mij gaan we nog wel een nieuw seizoen 5 opgenomen. Op januari uit. En ik denk dat het nog veel was. Het is 6 uit. Mooi. Goed, dan ga ik even naar van genieten. Ja, dankjewel. Ik ben normaal, man. Wat zeg je? Ja, lekker. Is dat een goed doel? Lekker graag. Ja, ja, de fans op de kade voor de acteurs van de Flikkerdag Maastricht. Zometeen gaan we daar verder mee. Want ze zijn in een heuse intocht Maastricht binnengekomen. En dat heeft even geduurd. Maar ondertussen staan wij nog steeds op het Vrijthof. En hebben we iemand gevonden die er al de hele dag is. Hoi, wat heb je al gedaan vandaag? Ik heb spelletjes gedaan. En puzzel maken en zo. En toen net ben ik op de politie gaan gooien met waterkanonnen. Dat was ook cool natuurlijk. Ja. En volgens mij heb je ook met brandweerspuiten mogen spelen, of niet? Ja. En hoe was dat? Cool. Ja? Waarom ben je hier? Ben je zo'n fan van de Flikken? Ja. En kijk je naar iedere aflevering? Niet altijd. En heb je ook een favoriete acteur? Wie is dat? Victor René. En waarom? Leg eens uit. Ja, ik vind het wel een coole man. Hij vindt hem een coole man. Nou, ik denk dat het inderdaad ook wel zo is. U heeft het net ook gezien op tv dat Victor René hier is aangekomen samen met Angela Schijf. En nog twee andere hoofdrolspelers. We gaan kijken hoe die intocht in Maastricht ging. De jetskis. Gaan jullie al niet op de tijd doen? Wie is je favoriete acteur of actrice? Wie vindt het leukste? Wallace. Wallace. Dat vinden we niet erg, ik guess. Jij bent het wachten op de acteurs van Flikker Maastricht nemen gaan. Ja. En van wie wil je de handtekeningen allemaal hebben? Van Wallace? Ja, eigenlijk van iedereen die komt. Ik wil wat vertellen. Niet handelen. Ik vind het geweldig. Had je ook verwacht dat het zo druk zou worden hier? Nee, niet verwacht. Wel gehoopt.
Wat vind je zelf van de stad Maastricht? Super. Ja, ik ben van Maastricht gehouden, hè, in de loop van de jaren. Ik kom hier graag. Dat is niet goed. Dank je. Oh, wat een mooi boekje is dit, zeg. Moet ik het hier doen? Ja? Ja. Hoe heet je? Hallo. Hallo. En zo ging dat dus daar straks, de intocht. Hey, Emme. Nou, je hebt het net gehaald vanaf de markt. Hoe was het daar? Het was super raar. Het was heel erg leuk. Ja, het was hier ook fantastisch om te doen. We hebben heel veel meegemaakt, hè? Ja, nogal. Het was een hele lange en een hele spectaculaire. Oké, we gaan afsluiten, Emme, hè? Ja, helaas. Het was fantastisch. Ja. Hey, deze uitzending die wordt morgen herhaald. Of in ieder geval een compilatie van deze uitzending. Vanaf 11 uur, dan om 1 uur, om 3 uur en om 5 uur nog een keertje. En in Goedemiddag Limburg, het programma van L1. Iedere werkdag van 5 tot half 6. Op dinsdag uitgebreid wordt er stilgestaan bij deze uitzending. Dus ja, wij hebben het erg leuk gevonden, toch? Prachtig. Ja. Het was echt een super dag en ik geloof al die mensen die hier waren ook, want iedereen is echt razend enthousiast, dus het heeft zich geloond. Ja, en jij had de mazzel dat je met die acteurs mee mocht. Het was echt super. Het was briljant. Die boten was echt het meest spectaculaire. Ik wist niet eens dat de politie zo'n spectaculaire dingen deed, dus het was echt briljant. Goed, hartelijk dank voor het kijken en wellicht tot de volgende keer. Ja, nee, klaar. Goed, speel een beetje dronken, man.